Wil jij weten hoe je deze rail duper kan maken in Minecraft? Geen probleem, dat ga ik jullie vandaag uitleggen. Eerst laten we beginnen met te zeggen welke spullen je hiervoor nodig hebt. Je hebt hiervoor echt niet veel spullen nodig. Wat je hiervoor nodig hebt is 1 blok, 1 sticky piston, 3 observers en dat nog een beetje moeilijk, 5 slime blokken. Maar ga gewoon even naar een swamp met een volle maan en dan ga je daar echt heel veel slimes vinden. Dan heb je ook nog 1 lever nodig en natuurlijk jouw rails die jij wilt dupen. Dus ik ga eventjes alle items pakken, voilà. Zo. Dan, we gaan beginnen, wat we als eerste gaan doen, is we gaan beginnen met het plaatsen van 2 temporary blocks. Wat zijn temporary blocks? Dat zijn blocks die we eventjes plaatsen en die we daarna weer gaan weghalen. En nu gaan we op deze blokken gaan staan en gaan we hier 2 observers plaatsen, zo. Zodat de observers mooi in deze blokken kijken en dan kunnen we deze blokken weer weghalen. Dan gaan we nu een 2x2 van slijmblokken hierachter bouwen. Dus hier 2 slijmblokken en hier 2 slijmblokken, voilà. Dan gaan we nu helemaal rechts van boven in de hoek gaan en gaan we hier nog 1 extra blok bij plaatsen. En dan gaan we nu eventjes weer 2 temporary blocks plaatsen. Gaan we het middelste temporary blok weghalen. En gaan we op het achterste gaan we nu een sticky piston plaatsen. Zodat de sticky piston kijkt in onze 5 slijmblokken. Zo, dan kan dit achterste blok weg. En kunnen we, gaan we hier nu een blok van boven zetten op deze piston. En gaan we naar achter gaan. En gaan we daar een lever op plaatsen. Dan zijn we nu bijna klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is we moeten hier gaan staan zo. En dan moeten we een observer plaatsen op deze manier. Zodat de observer dus kijkt naar deze kant. Als dat niet lukt, als het u niet lukt om de observer in die manier te laten kijken, plaats hier dan even een temporary blok en plaats dan uw observer tegen dat temporary blok en dan kun je dat weer weghalen. En zo, ja, werkt het dus ook. Nou ja, zoals je ziet werkt de farm nu. Het enige wat ik nu nog moet doen is eventjes de farm uitzetten en natuurlijk de rails toevoegen. Dus stel ik wil nu power de rails en detector rails gaan dupen, dan zet ik die rails erop, zet ik de machine aan. En vooral zoals je ziet is die nu heel veel van die rails aan het afschieten. Ideaal zou eigenlijk zijn als je hier dan een paar hoppers zet die in een paar chesten gaan, zodat je dat allemaal kan opvangen. Maar als je dat niet wil doen, kan je hier ook gewoon AFK blijven staan en dan ga je ook heel veel rails krijgen. Weet wel, uw inventaris gaat hier redelijk rap bij volgaan, dus ik zou echt wel aanraden om dat met hoppersysteem te doen, met echt gewoon iets van 3 of 4 dubbelchesten. Oké mensen, dat was het voor deze video. Vond je de video leuk? Geef hem zeker een like, abonneer op mijn kanaal en klik de video rechts, want daar leg ik uit hoe je een carpet duper kan maken in Minecraft. Dan zie ik jullie bij die video. Dag je!